Ik was klaar met HAVO en ik wist niet wat ik wilde doen. En toen heb ik een oriëntatiejaar gedaan bij de HVA. En ik dacht van, ik moet werken en geld verdienen. En ik doe dit er gewoon bij om een beetje te kijken of het me leuk lijkt. En toen heb ik meegelopen met twee docenten die super cool waren. Dus ik dacht, nou ja, misschien is dit wel iets voor mij. En ondertussen dacht ik, nou ja, als ik dit ga doen, moet ik wel een portfolio maken. Dus ik had heel veel van die doodles in mijn schrift. Dus die had ik allemaal uitgehaald. En gewoon allemaal samengevoegd. Eigenlijk was het echt compleet waardeloos. En toen werd ik echt zwaar afgekeurd, omdat ik eigenlijk niks had. En ik moest beneden, krijg je dan van die opdrachten. Dus ik dacht van, ja, ik ga gewoon meedoen. Iedereen was aan het verven. Ik had eigenlijk nog nooit geschilderd. Dus ik stond daar met zo'n penseel van, oh, wat moet ik doen? En toen werd ik niet toegelaten. En toen dacht ik van, ja, ik heb eigenlijk ook niks gedaan. Dus ik moet dat gaan doen en misschien word ik dan wel aangenomen. En toen ben ik werk gaan maken. Ben ik naar Windesheim gegaan en daar werd ik wel aangenomen. Maar toen had ik ook al zo'n instelling van, ik doe gewoon wat. Ging weer kleien, heb ik ook echt jaren niet gedaan. Dus ik was gewoon zo, smak, smak. En die gast vond het geweldig, dus dat is wat ik nu nog steeds doe heel vaak. En blijkbaar werkt dat gewoon. Maar Zwolle leek niet zo leuk. Dus ik dacht, ik stuur mijn portfolio op naar Utrecht. En ik was aangenomen in Utrecht. Toen ben ik de introductie gaan doen. Toen dacht ik van, ja, kijk hoe het gaat. En ik vind het nu echt geweldig. Dus ik ben eigenlijk bij toeval een beetje ingerold. En het is echt super tof. Heb je niet zoiets dat je denkt van, oh, ik wil liever toch echt met kunst bezig zijn dan met lesgeven eerder? Ja, dat heb ik nog steeds. In het eerste jaar had ik dat heel erg en toen dacht ik van, en toen haalde ik alles. En dan heb je hebt toch meer zekerheid en je leert bij de docentenopleiding meer. Je leert meer praten, je leert voor een groep staan, je leert het beter overbrengen. En dat vind ik ook heel belangrijk bij kunst. Dus ik dacht, als ik deze opleiding doe, dan leer ik dat erbij. En bij autonoom is het veel meer alleen je werk maken en dan heb je minder die overdracht. Ja. Dus uiteindelijk dacht ik van, ik blijf dit gewoon doen. En ik ga daarna nog wel extra bijstuderen om autonoom te gaan doen. Ik heb vandaag mijn eerste les gegeven. En het ging heel goed en ik denk dat het kan. Maar het is best wel saai. Want dan heb je een project van 8 weken en je hebt 8 klassen van 30 leerlingen. Dus ten eerste moet je vet veel leerlingen uit je hoofd leren en al die namen. En daarnaast doe je eigenlijk elke keer hetzelfde. Dus elke dag zit je in dezelfde soort vibe. En het is wel leuk, de sfeer, maar dan als erbij. Dus 3 dagen docent voor een inkomen en daarnaast gewoon vrij werk maken. Is dat ook waarom je de docentenopleiding hebt gekozen? Dat je iets meer zekerheid hebt dan gewone kunstenaars? In de eerste instantie wel, ja.